Welkom, beste kijkers via ML5 op deze zondag. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dat is een spreuk die staat op het Sint-Nicolaas-retabel, een prachtig retabel in de Nicolaaskerk van Heithuizen. Het is dit weekend pakjesavond. Sommigen zullen het op 5 december vieren, de anderen hebben het gisteravond gedaan en misschien wel vandaag, vanmiddag of vanavond. Sint-Nicolaas is een feest vol met traditie en gebruiken, vermengd. Sommigen zeggen zelfs met een kruisbestuiving met het oude Germanendom. Het zij wat daarvan waard is en waar is, omdat er natuurlijk veel niet op papier stond. Maar het is het feest en het verhaal van een bischop uit de derde eeuw. 260, 270, geboren op 6 december 335, 337 overleden. En hij werd omringd met legenden van het bestrijden van corruptie. Het opnemen tegen onrecht. Drie meisjes redden uit prostitutie door ze door een bruidschat te voorzien, wat de basis zal worden van het schoenzetten. Schepen in storm naar veilige havens begeleiden. Graanwonden verrichten om mensen met hun honger te stillen. Kortom, een bisschop die eigenlijk actueel is. Want hoeveel mensen hebben in deze dagen ook niet honger? Geestelijke honger naar warmte, liefde en geborgenheid in deze duisternis de duisternis op weg naar Kerst, die we graag willen verdrijven met talloze ledlichtjes aan de buitenkant. Maar is het dat nu, los van een hoge energierekening? Nicolaas zorgt voor een graanwonder. Hij wil de honger stillen, maar ook de geestelijke honger met liefde. Wat men deelt vanuit een bewogen hart, dat brengt veel teweeg. Mensen bevinden zich ook in de stormen van de levenszeeën. Golven van angst, depressie, eenzaamheid, van verdriet en gemis hoog tegen de bootje aan van een eigen ik. En Nicolaas biedt bescherming, zorgt voor rust. En dat doet hij op voorspraak van Christus. Christus die begon met het de bode, een bode te zijn van hoop, geloof en liefde. En dat is wat er ontbreekt in deze dagen. We kijken lustig naar koning voetbal en vergeten even de vele doden en de kwetsbaarheid die het heeft omringd. Geeft de mens maar brood en spelen, zo lijkt het wel in 2022. Het oranje gevoel overheerst. En natuurlijk gunnen we allemaal ons elkaar een feestje. Maar staan we er ook bij stil wat soms de prijs is van een feestje? Ontbreekt het ons niet aan zelfbeschikking in die zin dat wij te weinig stilstaan bij onze eigen kwetsbaarheden en dat het ons ontbreekt aan zelfreflectie en dat ons ego zo groot aanwezig is. Ik doe nog alleen maar dingen die mijzelf energie geven, zo lijkt het soms wel. Wat heb ik met anderen te maken? Waar zit die dienstbaarheid? Wat brengt het je op? Dat is het devies. Maar er is juist meer. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dat is een prachtige insteek om duidelijk te maken. Dat je zegen kunt schenken en een zegen kunt zijn, zoals Nicolaas dat was. Mensen worden nog steeds gedwongen in slavernij, in prostitutie, en hij bevrijdde die drie meisjes door een bruidschat te geven en hoop en toekomst te schenken. Ook wij kunnen dat doen ieder op onze eigen wijze. En mogen we die gedachte meegeven als we dit weekend Sinterklaas vieren of morgen op 5 december of op 6 december? Dat we stilstaan bij onze zegening en alle een voor de puurheid. En dat we oog hebben, concreet oog voor die naaste. En die zin wens ik ook een fijn en gezegend Sint-Nicolaasfeest toe. Het is meer dan het spel wat we in deze dagen zien op de tv. Sint kun je zijn in deze advent, wanneer we ons voorgaan bereiden op het ware licht, dat kleine kind in de kribbe. Dit weekend ontsteken we het tweede kaarsje, het licht nadert. En de vraag is, wilt u dat licht ook zien en doorgeven? Ik wens u een fijne zondag.